Sven Gums, thuis 2-2 tegen KV Oostende. Ontgoocheld of blij met het punt? Allebei, denk ik. Ik denk dat we wel het spel naar ons hebben toegetrokken. Dat we de betere ploeg waren, zeker voetballend. Maar dat we twee domme doelpunten tegen krijgen. Ik denk de eerste is vermijdbaar na 15 minuten of zo, denk ik. En dan werk je bijna de hele wedstrijd om 1-1 te maken. En dan binnen de 5 minuten sta je weer achter. En dan moet je weer opnieuw beginnen. Dus oké, we hebben wel wilskracht getoond. We zijn ervoor blijven gaan. En ik denk dat we zeker verdiend een punt nemen. Twee keer de tandem de Poitre-Barrier voor het doelpunt. Doet dat misschien een beetje pijn in de groep dat net die twee jongens een bepaalde band hebben met Zultenwagen? Nee, dat denk ik niet. Ik denk het maakt niet uit wie dat scoort of wie dat assist geeft. Ik denk het doet gewoon pijn dat ze twee vermijdbare doelpunten maken. En oké, dat moeten we vergeten en gewoon doorgaan. U stond zelf ook aan het kanon vandaag. Het leek een beetje een vreemd doelpunt, maar bij de herhaling is het wel met veel gevoel gedaan. Ja, oké, het was de enige optie die ik nog had. Ik denk ik stond bijna op de doellijn. De enige optie was om hem in de tweede, bij de tweede paal neer te leggen. En het was een mooi doelpunt. Dit seizoen thuis nog niet verloren, dus het blijft wel een mooie thuisreputatie. Ja, absoluut, zeker. Thuis doen we het gewoon goed met het publiek erachter. Het is altijd een extra stimulans. Maar we hadden vandaag meer halen dan een punt. En daarom zijn we toch een beetje ontgoocheld. We krijgen nog een mooi cadeautje eigenlijk voor het eindejaar. Een topwedstrijd op Anderlecht. Wat verwacht je daarvan? Ja, daar gaan we gewoon naartoe om zo goed mogelijk te spelen. Gewoon zoveel mogelijk punten te halen. En we zullen zien... We zullen zien wat we terecht brengen. Het leeft wel waarschijnlijk binnen de groep. De laatste wedstrijd van vorig seizoen indachtig. En voor jou ook. Tegen een ex-club eigenlijk. Hè? Ja, klopt. Ik heb er mooie herinneringen aan. Ik heb er lang gezeten bij de jeugd en zo. Dus het is altijd leuk om daar terug te spelen. Dus het zal zeker iets speciaals zijn. Hoe lang heb je daar precies gespeeld? Ik denk van mijn 6 tot 18 of zo. 12 jaar. En de hoeveelste keer is het dat je in het Astridpark mag spelen? Dat heb ik niet geteld eigenlijk. Ik ben 1 keer geschorst geweest, denk ik. Dus nog maar de 3e keer of zo, denk ik. En hoeveel keer heb je gewonnen? Nooit. Zondag de 1e keer dan? Ja, zullen we ons best doen. Bedankt, Sven Kums.